Zaterdag werd de expositie De Oorlog door Kinderogen, Westerbork near Bosch, geopend. Het is een expositie over twee verschillende werelden van weeskinderen. Het leven in de oorlog in weesinrichting near Bosch en het nog strengere regime in Kamp Westerbork. De tentoonstelling is in samenwerking met herinneringscentrum Kamp Westerbork. Burgemeester Bruls verrichtte de openingshandeling door letterlijk de sleutel in het slot te doen. Volg ons online via Facebook @altijd_n1. Op onze website n1.nl of via Twitter @altijd_n1. Want Nijmegen is altijd N1.